Boys, wat maak je menu? Een ragout met varkensreepjes, kastanjechampignons, pasta en frisse salade. En welke ingrediënten heb je daarvoor nodig? Kijk even mee. Varkensreepjes, pasta, kastanjechampignons, prei en veldsla. Margarine, bloem en rundvlees bouillonblokjes. Hoe ga je dit nou maken? We beginnen met het koken van de pasta. Kook de pasta volgens de aanwijzingen op de verpakking. Even roeren. Het varkensvlees. Zout uit de molen. Verse peper. Het vlees vermengen met het zout en peper. En de wok verhitten met 2 eetlepels olijfolie. En goed heet laten worden. En doe altijd van tevoren even een klein testje om te kijken of de olie wel heet genoeg is. Een klein stukje vlees eventjes in de pan. Sist het vlees, dan mag alles erbij. Het vlees mooi goudbruin roerbakken. De spaghetti even afgieten. Een beetje koud spoelen. En daarna lekker maken met olijfolie. Als het vlees mooi goudbruin is aangebakken, eventjes apart zetten. De pan schoonmaken met een keukenrol. En dan kan je de ragout maken. Daarvoor heb je margarine nodig. Handig is dat bij de margarine staat aangegeven het aantal grammen. Snijd 50 gram boter af. In de pan. En laat het smelten en niet kleuren. Een paar lepels gesnipperde ui erbij. Uitjes mogen niet kleuren. Die moet je alleen maar een beetje aanzweten. Dan doe je de bloem erbij. 50 gram boter, 60 gram bloem. En 60 gram bloem zijn 2 royale eetlepels. Met de spatel glad roeren tot er een bal ontstaat. Op laag vuur. En dan komt er koude bouillon bij. Eerst een klein beetje. Roeren tot het is helemaal opgenomen. Hou de ragout warm. En dan kunnen we nu eventjes de champignons snijden. De kastanjechampignons. Het voetje eraf snijden. En daarna in vieren. De salade aanmaken. De sla is altijd mooi gewassen. Dan hebben we de perfect basisdressing. Een paar druppeltjes eroverheen. Losjes vermengen. Niet erin knijpen, want dan kneus je de sla. En die serveren we lekker bij de ragout en de pasta. We gaan de ragout afmaken. Die is nog mooi warm. Dan komen de kastanjechampignons erbij. Dan mag het vlees erbij. Allemaal in één keer toevoegen. Als er nog een beetje vocht in zit, is het niet erg, want het is juist lekker. Dat mag erbij. Doorspatelen. Een scheut romen doorheen. En als allerlaatste voeg je de prei toe. Want die moet lekker knapperig blijven. Doorroeren. Eventjes proeven natuurlijk. Dat hoort altijd. En denk erom. Want in de bouillonblokjes zit ook al zout. Dus niet te veel toevoegen. Niks meer aan doen. Helemaal prima. En dan nu de pasta nog eventjes afmaken. Daarvoor hebben we nodig olijfolie. Een beetje zout en peper. Niet te veel. Er zit ook al veel in de ragout.
eventjes mengen met een vork. En klaar zijn alle ingrediënten voor dit heerlijke weekmenu. We gaan het gerecht afmaken. We beginnen met de pasta op het voorverwarmde bord. Dan doen we daarbij de ragout. Mooi daarnaast. Dan garneren we dat af met een mooi takje veldsla. En een paar kleine stukjes radijzen doorheen door die sla. Heerlijk. En een goed glas rosé. Om het helemaal compleet te maken. En dan hebben we ook weer deze week een heerlijk menu. Een ragout met varkensreepjes, kastanje champignons, pasta en frisse salade. En het wijnadvies? Een Shiraz rosé uit Argentinië. Lekker eten.